Yo kijkers van JVV Idea MTP, we zijn hier vandaag in een nieuwe game van Dus David Games, De Tunnel. En ja, Dus David is ook online, dus daarom maak ik hier de intro. Hij is wel AFK, maar ja, ik zeg, let's go! Ja mensen, we staan hier bij de lobby van De Tunnel. En ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. Even kijken, waar kunnen we bij joinen? We kijken even rond en ja, we kunnen nog nergens meteen gaan joinen. Dus ja, ik ga even wachten tot we daadwerkelijk ergens kunnen joinen. En dan zien jullie mij wanneer we in de game zitten. Dus tot zo. En ja mensen, we staan hier in de wachtrij. Dus we zijn echt bijna aan de beurt. En CyberEdis heeft de timer geskipt, dus we kunnen zo beginnen. Ik ben zeer benieuwd en er kijkt al iemand mij aan. Oké, we gaan meteen beginnen. Ik heb dit al een paar keer gedaan. Ik heb het ook al eens opgenomen. Maar toen had ik mijn geluid of zo niet opgenomen. Ik hoop dat het nu wel gefixt is. En ja, dan kunnen we gewoon goed verder gaan. En ik hoop zeker dat jullie een like achterlaten. Oké, deze is heel moeilijk. Hier val ik bijna altijd dood. Maar nu lukt het me goed. Want ik heb het natuurlijk al een paar keer kunnen doen. Ik heb het al geoefend, laten we het zo zeggen. Projectleider. Twitmo. Dan naar hier. Oei, mensen gaan niet in me staan. Dat vind ik niet leuk. Oké, dan. We gaan op de helikopter. We gaan op de ladder. En dan lopen we hier rechtdoor en gaan we hier op. De eerste checkpoint is behaald, mensen. Zo, hup, oké. Mensen, niet in mijn gezicht lopen. Oké, Smurf is projectleider van de lobby, volgens mij. Ik weet niet dat hij hier ook projectleider van is. Maar we zagen net nog iemand. Twitmo is volgens mij ook projectleider dan. Volgens mij dan twee. Kut, nee, ik ben dood, mensen. Oké, we gaan opnieuw beginnen. Maar er staan nu te veel mensen bij. Ik vind dit echt irritant. Maar ja, het is een deel van de game. En wat is dat daar? Jump boost. Gaan wij voor dat jump boostje gaan? Kijk, die mensen zeggen... Oh man, wat? Ik kan vliegen. Ik vlieg. Oké. Wacht, hè. Oké, we gaan hier. We gaan jumpen. We wachten hier. En Tantan gaat uit de weg. Oké, we wachten. Ja. Oh, domheid. Oké, nu. Vanaf nu. Oké. We gaan rustig lopen. Ik ga op deze lantaarnpaal jumpen. Dan gaan we op deze rode om dat jump boost ding te gaan halen. Oké, we hebben het bijna, mensen. Oké, we kunnen terug. Nee! Oh, jump boost is maar voor 8 seconden. Oké, mensen, we kunnen terug goed gaan beginnen. Heb ik de jump boost nog? Nee, de jump boost is weg. We wachten tot dat ding hier is en dan kunnen we gaan springen. Oké, nu. Hup. Oké, mensen. Ik ga me even in F5 zetten. Kijk, iedereen man, zo geconcentreerd. Oké, zo, hup. Jump. Dan moeten we op dat ding gaan. Oké, het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Oh mensen, oh dit is zo naaiend. Ik ben nog geen enkele keer gewonnen, dus dat is ook wel zeer naaiend. En daar is CyberEdits. CyberEdits gaat ervoor. Hij gaat ervoor en hij jumpt. En hij heeft het behaald. Oké, we gaan hier gewoon zo rustig aanlopen. Microgolf is uit de race gevallen, mensen. Oké, dan jump ik nu naar daar. Dan gaan we zo. Zo, en dan gaan we daarop. Natuurlijk mogen we nu niet doodgaan. Ik wil het nu echt volhouden. We gaan zo jumpen. Oei. Nee! Oh mensen, dit is zo frustrerend. Frustrerend mensen, echt waar. Oké, we wachten op dat ding. Oké, mensen, het ding is aangekomen. We springen erop en we lopen rustig. We gaan gewoon shiften en dan lukt het wel. Oké, we gaan. En ik ga het riskeren om nu al te jumpen. Oh nee! Oh, dit is zo naaiend, mensen. Dit is zo naaiend. We gaan ervoor, mensen. We wachten even op dat dingetje. En dan... Nu jump ik. Oh, ik heb nog maar 3 levens, mensen. Ah, nee. Ja, ik heb nog maar 3 levens, zo te zien. Wat? Oh, Smurf is gewonnen. GG, gaan we dan zeggen. Smurf heeft het goed gedaan. En ja, we gaan natuurlijk op naar het volgende potje. Ik hoop dat jullie deze serie leuk gaan vinden. Ja, ik weet niet dat het een serie gaat worden. Dat moeten jullie maar bedenken. Als er genoeg support is, dan wil ik er natuurlijk een serie van maken. Anders niet. Oké, mensen, dus David is nog altijd online, zo te zien. We gaan even kijken. Ik ga me even op fly zetten.
Even zien. Oh ja, oké, mensen, we zitten in de game. We zitten in de game. Oké. Ik wacht tot het daadwerkelijk is gestart. Oké, mensen, let's go. Oké, mensen, ik ga het slim spelen. Want nu gaan er veel mensen dood omdat ze allemaal tegelijk gaan. Maar ik ga het gewoon rustig spelen. Kijk, als ik nu ga, dan staan er niet zoveel mensen in met de deur. En dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Oké, we gaan. We wachten gewoon op ons moment. En ja, het is leeg, daar gaan we. Oké. Jump. En jump. Oké, en dan nu nog de laatste. Dat lukt wel. Dan. Oh nee, mensen, ik ben dood gegaan. Oké. Oké, mensen, we zijn terug op de plek waar we daar straks dood waren gegaan. Dan gaan we nu jumpen op dit dingetje. Oké, het gaat lukken, mensen. Nu gaan we op de helikopter. Oh nee! Wat? Ik leef nog. Oké, mensen, ja, dit kunnen we. We kunnen helaas niet verder, maar ja, dat zijn nog een paar bugjes in de game. Het is natuurlijk nog niet zo lang open, daarom is dat natuurlijk. Oké, we gaan. Jump. Jump. Oh nee! Oké, mensen, dit is wel naaiend hoor. Dit is wel naaiend. Oké, we gaan. Lopen. Jump. Jump. Oh. Jump. Oh, Smurf heeft de finish al behaald. Oké. Ik heb nog nooit gewonnen, mensen. Nog nooit. Oké, jump. Oké, nu gaan we op de ladder. En normaal is hier ergens een checkpoint. Ja, eerste checkpoint hebben we behaald. Gaan we op F5 drukken. Ha, die Taco Bell. Wat? Oh, jammer. Oké, er zijn drie. Big Papa staat als eerste. En dan CyberEdge. En dan Smurf. Ja, we hebben alweer twee potjes gedaan. Ik hoop dat we nu nog een nieuwere map kunnen krijgen. Want ik wil natuurlijk niet de hele tijd dezelfde map doen. Oké. Ja, er zijn weer veel mensen. We gaan even kijken. Even kijken. We willen geen Mindtopia. We willen even zien. Ja, ik zal wel jungle doen. Oké, mensen, dit is jungle. Oké, we wachten even tot er meerdere mensen joinen. Dan zie ik jullie wanneer er daadwerkelijk mensen zijn gejoind. Oké, mensen, zoals jullie zien, ik heb de timer kunnen skippen. Omdat ik normaal een VIP-ring heb. Dus dat is wel zeer nice. Dan ja, kunnen we zo beginnen. Binnen 3 seconden, binnen 2, binnen 1. Oké. Godver, die mensen duwen me er gewoon af. Wauw. Niant. Doe alsof daar 10 miljoen euro aan mijn topje geld ligt. Oei, oei, oei. Het is echt moeilijk, mensen. Het is moeilijker dan dat je denkt. Soms lukt het en soms niet. Oh, mensen, ik heb ook een klein beetje lijk. Ik hoop dat jullie daar zich. Ja, ik heb een klein beetje lijk. Ik hoop dat jullie daar niet zo erg vinden, maar ja. Laat sowieso een like achter, mensen, want hey, de support moet natuurlijk ook even goed zijn op dit kanaal dan op Mindtopia Plays. Ja, natuurlijk, dit kanaal heeft nog niet zoveel abonnees als Mindtopia Plays, maar ja. Oké, we gaan jump, 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 jump. Oh! Oh, mensen, oh, maar ik dacht dat ik 2 keer dood ging. Oh nee. We hebben nog 9 levens, dus het gaat nog redelijk, mensen. Oh, het gaat nog redelijk. Ja. Oh, mensen, ik ben zo slecht in dit spel. De volgende video van dit spel gaan we natuurlijk een beetje beter moeten kunnen spelen, want anders gaan er ook niet veel mensen liken, hè? Oké, zo. Nee! We hadden bijna checkpoint 2, denk ik. Wat is dat daar? Grappling hook. In F5 is het nog moeilijker, mensen. Dus jump, jump. Oké, mensen. Het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Zo moeilijk. Microwell zegt het ook al. Dit spel gaat echt mijn toetsenbord kapot maken. Ja, bij mij natuurlijk niet, want. Shit. Shit,
GVVID is uit de race gevallen. Gevallen, mensen. Maar ja, mensen, ik ga terug naar de lobby en dan zie je mij zo terug. Mensen, ik bedank jullie om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie de tunnel leuk. Zeker abonneren en liken en delen. En dan zie ik jullie later. Bye bye.